Enorme veiligheidsmaatregelen vandaag bij de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Heeft allemaal te maken met het Marengo-proces. Wat kom jij hier tegen, ook in de rechtszaal? Nou ja, buiten zie je zwaar beveiligde agenten rondlopen met automatische wapens. De verdachten werden met zwaar beveiligde transporten aangevoerd. En iedere keer als er eentje aankwam, dan werden de wegen hier afgesloten en alles werd lamgelegd. Dus ik denk dat bedrijven hier om het gebouw heen daar niet zo heel blij mee waren. En ook hier in het gebouw zijn de beveiligingsmaatregelen streng. Kroongetuige Nabil B. is hier niet aanwezig. Die zit op een andere locatie, een beveiligde locatie, volgt de zaak via een videoverbinding. Zijn advocaten zitten bij hem. En wat ook ongekend is voor Nederlandse begrippen, is dat wij niet weten wie die advocaten zijn. Die zijn anoniem vanwege hun veiligheid, omdat de vorige advocaat van de kroongetuige al is vermoord. Het ging dus allemaal via videoverbindingen, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos, hè? Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat techniek en rechtbanken nooit een gelukkige combinatie vormen. Dat ging dus om de haverklap fout. Dan moest Nabil B., de kroongetuige of zijn advocaat, weer aangeven dat ze niet konden horen wat er gezegd werd. Er werd niet genoeg in microfoons gesproken, videoverbinding haperde. Dus ja, er ging nogal wat mis, dat klopt. Jij komt natuurlijk bijna dagelijks in rechtbanken. Dit soort veiligheidsmaatregelen, hoe ervaar je dat zelf? Ik kan me voorstellen dat het wel heel apart is om dat allemaal zo te zien. Ja, nou die veiligheidsmaatregelen zijn ongekend fors. Het is natuurlijk ook logisch. Het gaat om moorden in de onderwereld. Het gaat om vergismoorden. Mensen die het slachtoffer zijn geworden die eigenlijk niet het doelwit waren. Dus het gaat om nogal wat. En het is allemaal nog redelijk recent gebeurd ook. In die zin is het natuurlijk heel anders dan dat proces passage tegen meerdere verdachten. Ook over meerdere moorden. Maar die waren allemaal veel langer geleden. En dit is allemaal nog recent. Dit gaat om criminele groeperingen die nog volop actief zijn. Dus ja, dat brengt dit soort maatregelen met zich mee. En we weten natuurlijk dat er gewoon veiligheidsrisico's zijn. Want er is een moord gepleegd op een advocaat. Er is een moord gepleegd op de broer van de kroongetuige. Ja, dat is niet niks. Dus het wordt wel serieus genomen.